En we gingen weer terug in de trein. En we reden België weer terug in. En we begrepen maar niet wat dat was. Maar de weg naar Maastricht van de grens af was opgebroken. Je moest via IJsselen. En van IJsselen, we moesten wachten, er was een versperring of zoiets. En we reden terug België in. En daar moesten we maar die nacht in de wagen zitten. En 's morgens, heel vroeg, reed de wagen weer. En toen gingen we naar Maastricht. En daar werden we opgevangen. We moesten uit de trein uit naar vrachtwagens toe. En die reden ons de stad in. En wij gingen de oude Jodenbuurt in. Dus de straat, dat was een muziekschool geweest. En de straat, dat was, geloof me goed herinneren, de Jodenstraat. Of de Hondenstraat. Een van de twee was het. En daar in de school werden we ingericht. Daar waren bedden geplaatst in de klaslokalen. En daar heb ik met Jaapie Bijl in één bed die nacht geslapen. En de volgende morgen gingen we erop uit om te zien wat er te doen was. En er was een baas in die school. En die zorgde dat wij dubbele porties eten kregen. De gevangenen. En de oud-gevangenen. En de zogenaamd vrije arbeiders die in Duitsland gewerkt hadden, begonnen te schelden omdat wij een dubbele portie kregen. Wij kregen volle bakken eten. En zij kregen een normale schep. En wij kregen ook van het brood, mochten we meer halen. En later hoorden we dat wij aten, wij de teruggekomenen aten van de rantsoentoewijzing van de bevolking van Maastricht. Die hadden afgezien van hun rantsoenen en naar de school gebracht. Ja. En we zijn daar, Maupie en ik zijn er op zoek gegaan. En er werd gezegd, jullie krijgen wel help in de Jodenstraat of Hondenstraat. En er was de oude synagoge. En daar hebben we aangebeld aan het huis naast de synagoge. En er zaten een paar vrouwen, een hele nette huiskamer, chic voor wat we de laatste jaren gewend waren. Er waren stoelen, daar gingen we op het puntje zitten. Want we wilden niet op die hele stoel zitten. Dat was te veel. En die vrouwen die zaten te huilen van ontroering dat er een paar oud-gevangenen waren, Maupie en ik. En ze gaven ons 10 gulden per persoon. En toen we daar weggingen, heb ik onmiddellijk mijn 10-mark biljet doorgespoeld door de wc. Ik vroeg of ik naar de wc mocht. En toen, ik wou dat Duitse geld niet meer bij me hebben. Dus dat ligt nog ergens in de riolen van Maastricht. Ja. En Maupie en ik, we hadden 10 gulden. En terug in de school kreeg iedereen een Rijksdaalder. En de oud-gevangenen, de twee, die hadden 10 gulden. Wij waren de kapitalisten van de groep. En toen zijn we, vrouwen en mannen, oud-gevangenen, Auschwitz-vrouwen en Gleiwitz-mannen en Maupie, die ook een oud-man was, zijn we de stad ingegaan om feest te vieren. Maar we waren te zwak om op onze benen te staan. En we gingen in een café en toen hebben we voor een paar centen limonade gedronken. Dat was water. Daar was niks aan. Maar we hebben daarmee gespeeld. We hebben getoast en zo. Want we waren terug in Nederland.